De vaatwasser heb ik al aan het draaien gehad vanochtend. Jullie weten dat ik die la had opgeruimd. Maar ook deze la heb ik helemaal leeg gehad en opnieuw ingedeeld. Achterkant staat helemaal niks. Voorkant daar staat mijn adres op. Maar dan gaat jullie geen niks aan. Maar kijk. Hoe lief! Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag alweer een dinsdag en we leven om 8:23 en het is alweer de 15e, ja, een dag na Valentijnsdag. Het is dus, wat zei ik, 8:23, dus ik ben heel vroeg uit. De meisjes zijn zelfs al uit geweest, ook dat heb ik al gedaan. Ik heb nou een broodje voor mijn neus en dan bak ik koffie op de tafel, zoals jullie zien. Want ik krijg tussen 8:30, dat is bijna, en 9:30 de monteur van de stoellift. Die omhoog gaat en naar beneden langs de trap. En uiteraard komt vandaag vanmiddag pas hoor Stefan weer. Dus ja. Wat de dag ons brengen gaat, ik weet het niet, maar ik wens jullie wel een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, waar anders zijn jullie aanbeland? Op ons kanaal. Ja, en dan moet je niet aan de haal gaan, want dat helpt niks. Maar in ieder geval, ik wens jullie heel, heel veel kijkplezier met hetgeen wat wij doen, maar heb ook plezier met hetgeen wat jullie zelf doen. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even hier beneden. En er staat dan een belletje ernaast. Nou ja, dan word je helemaal blij. Want dan krijg je iedere keer een seintje van YouTube zelf. Van, er is weer een vlog online gekomen van Corina en de Beestenboel. Dus kom erbij. Het is altijd gezellig. Ook zijn er natuurlijk minder gezellige dingen. Want ik ben zelf erg ziek geweest. Dat is weer voorbij, maar ik heb het ook aan mijn longen. Dat heb ik al vanaf mijn geboorte. Dus ja, af en toe dan heb ik nog even een hoestbui, maar het gaat al een stuk beter. Ik zit allemaal van die snoepjes te eten en te doen, dus ja, het zakt vanzelf wel. En dat hoesten hoort dus bij mijn longaandoening en niet meer bij hetgene wat ik vorig jaar nog had. En begin dit jaar, dat is voorbij. Ja, helemaal gelukkig. En wel ben ik wat dat aangaat weer gezond. Maar oké, ik zou zeggen, gewoon veel plezier. En ik hoop dat er mooi weer aankomt. Het is hier nu nog grijs en grauw. En terwijl ik thuis kwam, kwam er bij de, op de hoogte van de kerk een mooie lucht aanzeilen. En dat is weer foetsie. Ja, dus... Helaas, pindakaas, het is nou helemaal zo. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, wat kan een mens toch ook oliedom zijn. Ja, echt, ik ben zo dom als een achterend van een koe. Ik zeg het zelf, jullie mogen het ook zeggen hoor, ja. Ik had verkeerd gekeken, de monteur voor de stoellift komt vandaag niet, die komt morgen pas. Dus ik ken hem morgen weer vroeg uit. Maar ja, ik ben nu bezig de keuken een beetje aan het schoonmaken. De vaatwasser die draait al. En mocht ik het niet redden, dan duik ik eventjes nog weer op bed. Ja, want het zit nou alweer. Ja, echt. Ik kan dat niet, hè. Ik ben geen ochtendmens. Ik ben een middagavondmens en een nachtmens. Dus. Maar ja, oké, lieve vrienden. Gedane zaken nemen geen keer. Ik ga gewoon eventjes verder met hetgeen wat ik aan het doen ben. En dan zien we het wel weer. En ik heb een bak koffie nog, dus komt goed. Maar ik hou wel vol goede moed. Ja, doen jullie dat ook? Doen we het samen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En we spreken elkaar wel weer. Lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik ben druk aan het werk geweest vanochtend. Ik heb de keuken schoongemaakt en al.
Ja, ik moet even die bak nog even, want die komt van bovenaf. Nou, die moet ik nog even schoonmaken, die bak. Dat doe ik straks. Maar de rest is allemaal schoon. Hier is het, is schoon. De vaatwasser heb ik al aan het draaien gehad vanochtend. Jullie weten dat ik die la had opgeruimd. Maar ook deze la heb ik helemaal leeg gehad en opnieuw ingedeeld. Dus ja, ik ben er weer blij mee. En ik zat even pauze te houden en toen viel ik weer in. Dus ik zeg, ik ga naar bedje toe. De meid heeft toen in de tuin gehad. Mijn rollator staat nu alweer klaar dat ik met ze ga lopen. Ik moet wel opschieten, want Stefan die komt. Maar er lag wat in de brievenbus. En dat vond ik zo lief eigenlijk. Had ik gisteren binnen moeten komen, maar ja. Achterkant staat helemaal niks. Voorkant, ja, daar staat mijn adres op. Maar daar gaat jullie geen niks aan. Maar kijk. Hoe lief. Laat ik eerst dat even zien. En dan dat. Nou, jullie kunnen die band wel. Ik ken hem al, nou ja, ik ken hem zo goed als mijn, ik weet niet wat. Ja. Als mijn broekbuze, oftewel mijn broekzak. Ja, nou ja, als je eigen broekzak niet kent hoe die diepte is of wat dan ook, dan ken je je eigen broekzak niet, maar dan ken je je vrienden ook niet. Maar zo, zo lieve, 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 lieve schat, lieve Jan van Dam. Helemaal uit Emmeloord. Dank je wel, lieve schat. En ik hou ook heel veel van jou, dat weet je. Ja, wij houden van elkaar op de goede en de juiste manier, zoals het behoort te gaan. Tussen, nou ja, vrienden, we zijn geen vrienden meer. Dit is meer familie, broers, zus, verhouding hebben wij, ja. Dat is helemaal geweldig. Ik hou van jou. Ja, zeker te weten. Ik ben er blij mee. Ik hang hem op. Ja, aan de kaartenrek. Daar hangt nog eentje. Die heb ik nog vorig jaar, geloof ik, vermijnderd gehad. En die laat ik nog eventjes hangen, want dat vind ik wel leuk. De kerstkaarten heb ik allemaal vannacht, voordat ik naar bed ging eigenlijk, nog weggehaald. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieverd. Ja. En ik hoop dat je toch weer zo snel mogelijk komt, hè? Ja. Je weet dat ik met tegen de 25e weer aanloop en dan zit ik weer tegenaan te hikken. Maar oké, lieve schat, bedankt nogmaals. En lieve vriend, ik wou dit even met jullie allemaal even delen. Ik ga nou met de meisjes even snel lopen, want oei, oei, oei. Ik moet elkaar denk ik al voor de deur hangen. Maar ik kan mijn hele kaart niet vinden, ook dat is nog een heisa. Maar ja, dan maken we wel weer een nieuwe. Ik zou zeggen, geniet ze. Ja, lieve vrienden, het is randweer geworden in die tussentijd. Het regent en onze Stefan is er ook. Ja, die is al boven bezig. Maar het is echt niet leuk. Kijk, dat hing nog op het raam. Ja. Dat, maar het is echt niet leuk. Het is vies, smerig randweer. Ja. De meisjes die zijn al uit geweest ook. Hé? Ja nou. Ja nou. Ja hè. Oh, goeie dikkie doos hier. Oh, doe je pet goed. Zo. En hier hebben we nog zo'n lieverd hè. Hier hebben we nog zo'n lieverd hè. Oh, goeie. En jij bent jaloers. Hé? Ja, jij bent jaloers. Ja, dat dus. Dat ken ook, hè. Dat een hond jaloers is op de ander. Maar ja, dat is op welke goede manier, hoor. Ja, echt wel. Maar oké, okay, ja, dat wil ik jullie even laten weten. En ik ga eventjes wat van mezelf doen. Want ik moet ook nog de naaimachine vandaag op tafel hebben. Omdat ik wat voor iets moet maken voor Mary. Maar ja, dat kan ik morgen ook desnoods doen, want morgen moet ik er weer vroeg uit, want ik ben er vandaag voor niks te vroeg uit geweest. Ja. En morgen moet ik wel.
De 16e. Morgen is het de 16e. Maar ik ga nou even lekker mijn spel weer even doen. En dan zien we wel weer wat schip strand. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je dag. Doe het met de lach. Doe ik ook. Ja, gewoon doorgaan met die banaan. En ik zou zeggen, tot later.